zijn vandaag weer bij het GKC voor het tweede en ook het laatste examenjournaal. Dus we gaan even aan de leerlingen vragen hoe de examens gegaan zijn en of alles nog wel helemaal goed gaat met ze. Viel wel mee. Ja, een paar vragen waren wel moeilijk, maar veel reuze mee. Vooral vraag 2 was lastig. Heb je sowieso geen moeite met economie? Nee, het valt mee. Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Ligt aan de toets. Ja, ik vond Engels vooral lastig. Er zijn ook veel klachten over geweest. Dat zag ik op internet, maar ik vond hem ook lastig. Heb je zelf nog een klacht ingediend? Ja, zeker. Ja, ik wil naar Nijmegen. En naar de Han, dan ga ik cultureel maatschappelijke vorming ga ik studeren. Het is een sociale opleiding en het gaat om mensen met elkaar proberen te verbinden. Om bijvoorbeeld ouderen met jongeren samen te laten werken. Je hebt biologie gehad, was die goed te doen? Ja, ik vond hem op zich wel makkelijk vergeleken. De oefenexamens die ik heb gemaakt, die waren een stuk moeilijker, vond ik zelf. En ik zag dat je net al een beetje zo aan het nakijken was met de vragen die je goed had. Had je er veel goed? Nou, de meerkeuzevragen had ik toch niet zo goed gedaan als ik dacht. Maar de open vragen heb ik op zich wel nog aardig goed ingevuld. Ik had het slechter verwacht. Dus je hebt wel voldoende? Ja, dat denk ik wel. Hoop ik. Ja, ik heb alles een beetje berekend. Ik heb alles tussen de 5 en de 7. Dus als de normering dan 1 is, dan heb ik nog wel geluk. Dan heb ik voor alles denk ik een 6. Maar als het wat lager is, dan heb ik wel wat onvoldoendes, denk ik. Dus ik hoop maar gewoon dat alles een beetje 1 of hoger is. Dus het gaat nog spannend worden? Ja, voor mij wel. Ik ga naar Doetinchem toe. Marketing en communicatie ga ik doen. En wat trekt je zo aan in dat beroep? Ja, eigenlijk gewoon niks, maar ik moet iets kiezen. Dus ik heb dat maar gekozen omdat je nog alle kanten op kan. En het is heel breed, dus daarom heb ik het gekozen. U bent docent biologie en scheikunde. Heeft u nog iets meegekregen over die examens deze week? Nou, biologie is net gemaakt. Dat heb ik in mijn tas zitten. En ik ben vanmiddag heel even naar boven gerend om in de examenzaal even naar het biologie-examen te kijken. En mijn eerste indruk was dat het redelijk te maken is en dat het de dingen die gevraagd werden heel veel kennis was. En er zat ook een grafiekvraag bij en de verwerkingsvraag van resultaten zat erbij. En in principe moeten ze dat kunnen. En de leerlingen die ik na afloop gesproken heb, die zeiden van makkelijk tot van nou, ik weet het niet. En dat is voor mij meestal een goed teken. Als iedereen enthousiaste examenzaal uitkomt en dat is makkelijk, dan maak ik me zorgen. Want ik heb wel eens meegemaakt dat leerlingen die dat riepen en op hun examen dan de eerste 5 vragen zo fout hadden. En dan dacht ik van, ja, daar heb je dus niet goed gelezen. En dan vaak verderop in het examen kwam het dan meestal wel goed. Maar dat ben je altijd een beetje bang voor. Ik heb wel eens meegemaakt dat ze zeiden van, nou, moeilijk. En dat het dan heel hard meevalt. Dat je dan ben je aan het nakijken en dan denk je van nou, het zit wel goed. Een klein beetje spanning hoort er wel bij. En het is ook vaak wel zo dat het achteraf meestal wel goed gaat. Want wij zitten, en dat kan ik gewoon statistisch zeggen, dat in Oost-Nederland de examens over het algemeen met hogere cijfers worden beëindigd dan bijvoorbeeld in West-Nederland. Waar bijvoorbeeld scholen zijn die wat zwakker zijn. Dat maakt veel uit. En komt dat dan voornamelijk door de docenten of zijn de leerlingen dan gewoon slimmer? Nou, ik denk allebei. De tweede corrector wie we spreken van een andere school. Bijvoorbeeld wij corrigeren ook bijvoorbeeld werk van andere scholen. Dat komt volgende week aan de orde. Vorig jaar had ik bijvoorbeeld één uit Hilversum. En die wilde wel meteen hier komen wonen omdat de leerlingen zo goede resultaten hadden. Dus dat was wel heel erg komisch. Maar we horen het vaker van, nou, u springt er wel. Ik dacht dat ik het goed had, maar u springt er wel aardig bovenuit. En dat is eigenlijk wel schoolbreed. Als ik kijk naar de
resultaten van de hele MAVO waar ik daar vooral in zit, dan is dat landelijk gezien meestal daarboven. Ja, boven het landelijk gemiddelde. Moet je nog iets over scheikunde weten? Dat mag als ik dat wil. Oké, over scheikunde is aanstaande donderdag en daar heb ik 19 examenkandidaten voor. En dat heb ik van tevoren heel ruim geoefend, een stuk of 6 oefenexamens gemaakt. En nou, ik hoop dat ze het goed gaan doen. Dus dat is op zich wat sneller na te kijken dan biologie. Ik zit hier naast Pierre en Monique. Ze hebben vandaag hun laatste examen gehad, biologie. Vertel eens, hoe is het gegaan? Nou, eigenlijk verrassend goed. Ik had er niet heel veel voor gedaan en het ging eigenlijk wel lekker, ja. Ja. Was die te makkelijk? Of? Ja, een examen kan natuurlijk nooit te makkelijk zijn. Ik bedoel, hoe makkelijker, hoe fijner voor ons. Dus, maar hij was wel aan de simpele kant vergeleken met de oefenmaterialen die wij gekregen hebben. Dus jullie hebben allebei een dikke voldoende? Ja, daar hoop ik wel op. Ja, dat verwacht ik wel. Ja, ik denk het ook. Gelukkig wel. En hoe zijn de rest van de examens gegaan? Ja, wisselend. Maar over het algemeen wel prima. Ik had er niet heel erg veel voor gedaan. Dus ik had het eigenlijk veel erger verwacht, laat ik het zo zeggen. En hoe zijn ze bij jou gegaan? Ja, ik ben denk ik wel geslaagd. Dus in dat opzicht goed. En voor jou weten we al wat je hierna gaat doen. Maar wat ga jij hierna doen? Ik ga technische bedrijfskunde doen in Groningen aan de universiteit in het Engels. Nou, dit was het dan voor vandaag. Het laatste examenjournaal voor dit jaar. En ik wil bij deze ook even meneer De Graaf bedanken voor de goede samenwerking.